De verwachtingen van de miljoenennota van dit jaar zijn anders dan anders. Normaal kiest een kabinet ervoor om een voorspelbare begroting te presenteren en belangrijke keuzes aan een nieuw kabinet te laten. Dit jaar is alles anders. De coronacrisis heeft een enorm gat in de inkomsten en uitgaven van het rijk geslagen en de staatsschuld is enorm opgelopen. En de onzekerheid over inkomsten en uitgaven voor het komende jaar zijn enorm. Het kabinet kiest ervoor om Nederland zo stabiel mogelijk door de coronacrisis te leiden. We zien een focus op investeringen in zorg en onderwijs om zo het personeelstekort te reduceren. Ook zien we dat investeringen in de infrastructuur naar voren worden gehaald om zo de economie te stimuleren, een belangrijke maatregel wat ons betreft. Als laatste zien we investeringen in het veiligheidsdomein. De problemen in zorg en onderwijs dateren natuurlijk niet van de huidige coronacrisis. Die waren al aanwezig. En het is de vraag of de huidige investeringen daartoe toereikend zijn. Wat ons betreft zou een additionele investering in digitalisering en upskilling belangrijk zijn, waarbij de proof of the pudding in de uitvoering zit. Het met veel tamtam -tam gepresenteerde groeifonds is omgeven met nog heel veel vragen. Wie komt er precies in aanmerking? Wat is de kans van slagen en wie bepaalt nou echt? Ook is het de vraag of de economische groei de belangrijkste doelstelling moet zijn of de brede welvaart van de bevolking. Kortom, een rijksbegroting voor het komend jaar met de Focus op het stabiliseren van de gevolgen van de coronacrisis voor de burgers. Op onze site vindt u per ministerie de kernpunten en onze reflectie op deze begroting. Ik nodig u graag uit deze te bezoeken.